wat ik daarmee doe met deze set. En dat is Instagram foto's maken en voor de rest hangen het in mijn kast. Hallo allemaal, welkom terug in een nieuwe video. Vandaag ga ik vertellen over kledingstukken dat ik niet echt goed aandurf. Ik ga jullie dan ook meteen vertellen waarom. Je gaat misschien al wel zien waarom. Maar ik zou zeggen, ben je benieuwd naar deze video? Doe alvast een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. Dan gaan we er nu direct aan beginnen zien. Oké, het eerste dat ik jullie ga laten zien is enkel het bovenstuk, want het onderstuk, de broek, ligt eigenlijk al in mijn zomerbak, mijn zomerkledingbak. En die is een beetje ver weg eigenlijk. Allee, helemaal onderaan en dan moet ik dat weer uithalen. Maar als ik jullie dit ga laten zien, gaan jullie alvast wel weten over wat ik het heb. Namelijk deze set, de blazer en de broek. Ik heb er een tijdje geleden een Instagram foto mee gemaakt. Allee, al een paar eigenlijk met deze set. En dat is eigenlijk ook het enige wat ik daarmee doe met deze set. En dat is Instagram foto's maken en voor de rest hangt het in mijn kast. Ik vind dat super jammer, want ik vind het echt een heel erg mooie set. En ik moet zeggen, ik voel er mij ook goed in de blazer, apart ook, en in de broek. Maar als ik het aan heb, heb ik het gevoel van, oei, iedereen kijkt naar mij. Kijk, Barbie loopt daar met haar roze outfit. En dat vind ik wel een beetje jammer. En ja, ik heb niet graag de spotlights op mij. Hoewel ik er mij wel goed bij voel. Maar het is zo'n beetje, ze vechten zo met elkaar. Ik vind het mooi, maar ik val niet graag op. En ja, met dit valt er wel op. Dus als zeg, ik kan het enkel en alleen aandoen. Juist de blazer, zonder met de roze broek. Dat heb ik ook al eens gedaan. Dat was beter, moet ik zeggen. Maar toch, ja, vind ik het een beetje jammer, dus ik vind dat ik het meer moet durven en dan zonder de broek een keer proberen en de broek dan niet combineren met de blazer of zo, ik weet niet. Ja, het is een moeilijke. Ik heb dan nog een moeilijke en die heb ik eigenlijk vorig jaar ontvangen. En dat is een jas. Dat is deze jas. Jullie kennen deze wel nog, de AliExpress jas met vele kleurtjes. Hoe graag ik die jas ook wou. Dat is van een achter van iemand via Instagram dat ik dat had gezien. Dat ik dacht van, oh, ik wil die jas ook. En toen ik hem had, heb ik hem dan ook een keer aangedaan voor de foto's. Van hem super mooi. Nu hangt hij in mijn kast en ik durf hem op een of andere manier ook niet aandoen. Omdat ik vind, ja, hier in België, de mensen zijn ook niet gewoon dat je zo een felle jas aandoet. Ik heb ook nog niet eens iemand zien lopen met zo'n jas. Dat moet ook niet. Moet wel origineel blijven. Maar toch, het is een jas dat ik niet aandurf, omdat, allee, gewoon de felle kleuren. En ja, ik zou weer te veel bekeken worden met die jas, hoewel ik hem wel super mooi vind. En hij zit ook wel heel erg goed. Allee, ja, hij zit echt perfect. En, ah, die kapstok. Maar hij is dus wel een beetje fel, allee, een beetje heel fel. Kijk, ik vind hem echt heel leuk. Maar ja, het is... En hij past perfect. Kijk, aan mijn mouwen is dat perfect. Hij heeft zo'n schattig regenkapje als het regent. Kijk, als het regent is het ook heel leuk. Maar ja, kijk, ik vind het te fel. En ja, maar ik moet hem van mijn eigen echt aan doen. Want ik wou zo graag deze jas en nu doe ik hem niet aan. Dat is echt wel zonde. Dus ik ga hem op een dag een keer moeten aandoen en zeggen van, oh, het is leuk, trek het u niet aan wat een ander zegt. En zo heb ik nog een jas. Die jas heb ik eigenlijk enkel en alleen aangedaan op mijn 25e verjaardag in Amsterdam. Dus jullie weten over welke jas ik het heb al. Namelijk deze. Deze fuzzy roze jas. Ik ging hem bijna verkopen op Vinted. Totdat mijn zus zei van, oh nee, niet verkopen. Zo'n toffe jas. Allee, gaat dat toch niet wegdoen. En ja, sindsdien heb ik hem toch nog een kans gegeven. Omdat ik dacht van, ja, waarom heb ik hem eigenlijk dan gekocht om één keer aan te doen? Kijk, hij is echt zo fuzzy. En ja, het is heel leuk hoor, maar in zo'n jas valt er nog meer op. En ik heb hem dus enkel en alleen in Amsterdam aangedaan, omdat de mensen mij daar niet kenden. En als ik hem aan heb, vind ik, ja, de mouwen die zijn al 2 meter te groot, al is het te breed. En ja, maar het is wel super warm en dat is echt helemaal mijn ding. Als je mij kent, weten dat roze helemaal mijn ding is. Maar toch, ja, het is heel jammer en... Zo'n jas vind ik dan nog moeilijker om aan te doen dan zo'n soort jas. Omdat dat roze en fuzzy is. Echt snoeproze en zo fuzzy. En zo'n beetje breder dan wat ik gewoon aan doe. Dus ja, ik weet het niet goed. Ik vind het jammer, want het is wel leuk. Het is altijd zo leuk op foto bij iemand anders. Totdat je het bestelt en dan zelf ziet. En het blijft leuk voor een foto, maar achteraf niet meer eigenlijk.
Oké, tijd voor iets anders. We hebben nu een paar jasjes gehad. Allee, ja, drie eigenlijk. Een blazer en twee jasjes. Tijd voor iets anders, namelijk een broek dat ik niet aandurf. En dat is eigenlijk ondanks het kleur. Allee, door het kleur, ik zal het zo beter zeggen. Dat is deze broek van New Look, besteld via Zalando. En dat is een kleur dat ik echt nooit aandoe. Allee, dat is zo'n kleur, ja, dat mooi bij anderen, maar bij mezelf. Hoewel ik hem wel leuk vind bij mezelf, maar op een of andere manier maakt hij mijn billen toch nog net dat tikkeltje dikker. En dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Maar ik vind hem zo leuk stylen en ik vind het zo jammer dat ik het niet aandurf. Omdat het iets anders is dan mensen van mij gewoon zijn. Dus ja, dan komen we alweer bij het laatste kledingstuk. En dat is ook zoiets dat ik denk ik één keer gedragen heb. Ra ra ra, voor wat? Voor een foto uiteraard. En dat is dit. Zo'n salopet-achtig ding. Ik weet niet hoe je dat noemt, want dat is mijn rokje. Dat is zo'n lang ding. En ik heb dat aangedaan in Parijs. En sindsdien heb ik het eigenlijk niet meer aangedaan. Ik wou dat ook zo lang hebben. Ik heb dat uiteindelijk in Sluis gevonden bij de CNA. En het is echt heel mooi. Je moet gewoon juist weten te combineren. En dat is denk ik een beetje het probleem. Ik weet nooit echt goed. Ja, wat moet je nu onderaan doen? Een trui of een simpele bruine t-shirt. Maar dat is dan ook weer niet. Ja. En het is ook zoiets anders dat ik gewoon ben. Maar toch, ja. Ik weet het niet. Als jullie tips hebben om dit soort dingen te stylen of te combineren. Ik heb het in zwart ook. Of is het helemaal niet meer in nu ondertussen? Geen idee. Maar als ik het zie hangen in mijn kast, denk ik, oh leuk, ga dan een keer aandoen. Tot dat moment daar is en dat ik het niet aandoe. Dus. En ik ben ook benieuwd of jullie zulke kledingstukken hebben. Heb jij zo dingen in je kast hangen dat je denkt, oh dat is leuk om te hebben, maar ik ga het niet aandoen. Of dat is leuk voor een foto, maar ik ga het toch niet meer aandoen. En ja, jullie twijfels eigenlijk over kledingstukken. Ik ben echt super benieuwd. Laat dan zeker achter in de reacties. Doe ook een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Dus, en abonneer ook op mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende video. Dag!